We vinden het belangrijk als gemeente dat ouderen van 55 nadenken over een woontoekomst. Want nu heb je nog de gelegenheid om plannen te maken, om erover na te denken, eens met een ander over te praten of te denken aan andere initiatieven. Maar of iedereen dat zo vindt, daar zijn we wel benieuwd naar. Daarom hebben we een aantal inwoners gevraagd of zij wel eens met hun woontoekomst bezig zijn. Waar woon ik over 10 jaar? Ik woon op dit moment met heel veel plezier in Lutterberg, maar wel heel erg groot. En ik hoop in ieder geval over 10 jaar zeker nog in Lutterberg te wonen. Ik ben redelijk honkvast, dus ik hoop dat ik toch in Broekland kan blijven wonen. Voorlopig hoeft het nog niet, want ik heb nog een woning. Ik hoop nog steeds in Mariënheem, dat is wel mijn bedoeling in ieder geval. Ik vrees nog in hetzelfde huis, gezien de huurprijs op het moment. En kopen is in je eentje al helemaal niet te doen. Dus ja, ik vrees dat ik nog op hetzelfde plekje zit dan. Ik woon eigenlijk nu te groot. En ik hoop dat ik over 10 jaar gewoon wat kleiner kan wonen, ergens in een seniorenappartement. Over 10 jaar zou misschien best wel te groot kunnen zijn. Dus, maar dan wil ik eigenlijk toch wel heel graag in dit dorp blijven wonen. Waar de samenhorigheid erg groot is en dat trekt mij bijzonder aan. Dus ja, dan is het wel zaak om te kijken van, wat zijn mijn woonwensen naar de toekomst? En als ik daarnaar kijk, dan denk ik van, ik vind Broekland nog wel zo'n mooi dorp. Ik ben daar aan gehecht, zou er graag blijven. Maar ben ook bezig geweest om te kijken van, zou er in de nieuwbouw misschien iets voor mij zijn? Maar wat ik belangrijk vind, is de contacten met mensen. Dat de activiteit is, dat ik veel, dat er veel te doen is met elkaar. Dat ik overdag contact heb met meer ouderen en dat ik ook makkelijk bereikbaar ben. Dus niet dat ik daar makkelijk heen kan met vervoer. Misschien rijd ik wel niet meer auto of openbare vervoer niet. Dat ik makkelijk ook daarheen kan, makkelijk naar Raalte kan. Een beetje toekomstgericht en voor de toekomst van mijn kinderen. Okay. Die ook een woning nodig zijn, ten duur waarschijnlijk. Bent u 55 of ouder en wilt u ook wel eens nadenken over hoe uw woonvisie eruit kan komen te zien? Kom dan naar een van de bijeenkomsten die in uw buurt worden georganiseerd. Laat u daar dan inspireren. Meld u wel even aan van tevoren, dan rekenen wij op uw komst. En dan ligt er een mooie blad landleven voor u klaar.